Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer. We gaan weer met Feyenoord spelen tegen Heracles uit. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan er weer het beste van maken. Speel met logische opstelling, beste spelers, basis 11. Dus kom erop, zou ik zeggen. Laatste wedstrijd was Champions League wedstrijd, 5-1 gewonnen van Krasnodar met een B-team, een hoop jeugdspelers. Serieus? Waar gaat dit over dan? Krijg ik nou echt een penalty tegen? Ja. Kom maar. Vermeer deed niet zoveel. Hij gaat er gelukkig niet in. Zo is het ook. Oh, zonde. Nou, wat een begin alweer, joh. Waar was ik gebleven? Ik zei ja, een B-team 5-1. Tegen FC Krasnodar gewonnen. Eerst in de Champions League geworden. In de groepsfase dan, wel te verstaan. 8,6 miljoen pond gekregen. Dus, dat is toch aardig meegenomen. Kunnen we misschien wel een leuk spelletje verhalen binnenkort. En alsnog 1-0 achter. Ik ben nog niet scherp, heb ik het idee. Kom op, jongens. Kut, niet voor. Doorblijf gaan, dan ga ik met mijn B-elftal en hun wedstrijden gaan spelen. Kom op. Druk naar voren. Netjes, 1-2'tje. Lekker Toornstra. Huppatee. Bam. Lekker hoor. Kappen. Schijnbeweging. En schieten maar. Hangen. 1-1. Gelukkig vrij snel. Hoe langer dat duurt, hoe kutter dat ook wordt. Altijd. Trouwens, Just te lopen. Die heeft een nieuw contract getekend. Kutzooi. Nou, die vroeg om een nieuw contract. Natuurlijk basisspeler geworden. Dus die heeft er wat geld bij gekregen. Een jaartje langer vastgelegd. Dus ja, dat zijn ook weer goede dingen. Wat ik wel moet zeggen. Het salarishuis wel erg hoog is momenteel. Er zitten natuurlijk veel... dure krachten op de bank met Haan van der Heijden, normaal gesproken Toornstra. Ja, Nacho die verdient een normaal aardig duitje. Dus daar moeten we wel een beetje mee uitkijken helaas. Ah, shit man. Loop je met z'n drieën tegen één en dan nog haar de bal kwijt omdat hij hem niet goed aanneemt. Kutzooi. Gelukje, gelukje, gelukje. Dan gaat Toornstra weer. Oh, en hij komt helemaal alleen voor de keeper. Oh, op de paal. Shit. Ik had hem al geteld. Oh, wat een pech.
gaat wel lekker heen en weer deze wedstrijd. Ze wachten op het volgende doelpunt. Hoop wel in mijn voordeel. Uiteraard. Nee. Wat een kutpaas. Jeetje. Goed, Toornstra. Oh, hij is er alsnog langs. Kan je ervoor blijven? Jezus, man. Echt. Tapt hem gewoon van achteren neer, man. Zit geen rood meer is, dan weet ik het ook niet. Geel. Mietje. Kutscheids. Nou, kop Vinovic. Ja, jammer. Echt, moet je hem nou echt tegen die gozer aanschieten? Oh, Elia loopt er voorbij. Maar dat zeggen, houdt hij die echt nog binnen? Maar gelukkig niet. Heel kutzooi. Ja, en dan staat het 1-1. Dat moet toch beter, jongens? 1-1 tegen Heracles. Doe normaal. Kom op. Iets aanvallen, nee. Kom op, Kuit. Opjagen die boel. Jezus. Serieus. Ik heb gewoon af en toe het idee dat de spelers gewoon echt niks doen. Oh, oh. Nou ja, ik op de paal geschoten en op de lat staan we op dat gebied ook weer gelijk. Wat een kutpaas, joh, Elamadi. Jeez. Ik heb toch ook nog wel zien dat hij dat nooit gaat redden. Netjes, Elia. Nu dan. Hoe ver kan je hem naschieten van zo'n afstand? Nou, volgens mij valt het nog mee met ver, maar dat toch gewoon ingemoeten, jongens. Kom op nou. Goed bezig, Kuit, maar niet eens. Hebben die bal. Shit, man. Oh jee. Yes, hebben we. Oh, Congolo. Ik hou van je. Nu dan, counter. Hebben die bal. Kutzooi. Oh. Vinovic gaat eruit. Jij erin. Wat zullen we nog eens meer doen? Kramer, die raakt ook geen knikken deze wedstrijd. Het rook uit. Kom op.
Kom op, Kuit. Jezus. Oh, Kramertje. Jongen, jongen, ik heb er al geen woorden voor. Zo erg is. Oh, word je even uitgekapt. De tering. Goed bezig, Congolo, jongen. Congolo is goed bezig. Geen buitenspel. Hoppatee. Oh, eindelijk. Kramer, toch nog. Ja, je wordt alsnog gewisseld hoor, daar niet van. Ik ben echt zo blij dat dit geen buitenspel was, blijkbaar. Ik dacht het eigenlijk wel. Ja, hij rond hem wel lekker af hoor. Toch ga je eraf, Kramer. Sorry, het spijt me. Nee. Oh, ik heb het niet vaak, maar ik vind het toch een soort van spannend eigenlijk. Gewoon naar voren. Kom op, Ayoub. Dat is voor jou, jongen. Zie je? Ik zei het. En nu Mbolo. Godver. Wat een teringpaas. En waarom switcht hij niet gewoon fatsoenlijk naar de player toe? Moet je eerst 3 keer drukken. En dan denk je, nou, het doet niks. Dan blijf je drukken. En dan opeens springt hij. En omdat je dat te vaak drukt, springt hij weer terug. Scheidshooi is dat, zeg. Jezus. Nee! Oh. Ik ben blij als deze wedstrijd afgelopen is. En als we hebben gewonnen. Lekker. Bilal, jongen, rennen. Thornside, yes! 3-1. Oh, in de pocket. Ja, Toornstra. Je ziet het toch goed als vervanger. Yes! Oh, ben ik blij dat ik dit toch tot een goed einde heb kunnen brengen. Oh, oh. Veel minder bomen zitten, kan mij het schelen. Ik zeg bedankt weer voor het kijken en zie jullie later. Mazzel!